specijalni policija ko otvoreni lov na srpskim civilima. Otvoreni lov na srpskim civilima? Da, gospodine. Koliko je tada vaša satnija ubila civila? Plus minus 40, gospodine. André bezoekt Raymond. Ze vochten beide met Johan in 1991. André ging na een half jaar terug naar Nederland. Maar Raymond bleef, net als Johan. Raymond diende later in het Kroatische leger. Hij trouwde een Kroatische vrouw en woont nu met zijn gezin vlakbij Zagreb. Nou, was je vlucht? Ja, super. Ja? Echt, dat is maar een wippie, joh. Je gaat omhoog en je gaat omlaag. 8 jaar, hè, dat je niet gezien hebt. 9. 9? 91. 92. Nee, 92, ja. April, hè? Ja. Ben je er een ruk veranderd? Nou, geen ruk veranderd. Uiterlijk niet. Uiterlijk niet, zo. Meer van binnen als van buiten. Ja. Janja. Tot Janja. En dan krijg je een heel nieuw... militair gedeelte, wat aangelegd is voor... Erebegraaf. Ja. André en Raymond brengen ons naar de plaatsen waar ze samen met Johan vochten. En gaan met ons door de laatste maanden van Johans leven. Wat is er, André? Vukovar, 1991. Het begin van de oorlog. Serven veroveren de stad en verdrijven de Kroaten. Beelden die de wereld schokten. In het begin heb ik de beelden gezien wat is gebeurd in Vukovar. Onder andere wat er gebeurd is met kleine kinderen tot oudere mensen die totaal eigenlijk niks met de oorlog te maken had. En compleet gewoon zijn afgeslacht door de andere zijde. Plus dat daar krijgsgevangen genomen soldaten van de Kroatische strijdkrachten gewoon tegen de muur werden gezet. Hoe komt een Nederlandse soldaat in deze burgeroorlog terecht? Johan Tilder groeide op in Enkhuizen en na de Koninklijke Militaire School en het Korps Commandotroepen diende hij op de NATO-basis Seedorf in West-Duitsland. Na korte tijd bij het Vreemdelingenlegioen vertrok hij in 1991 naar Kroatië om met een groep Nederlandse vrijwilligers de Kroaten te helpen. Hoe raakte deze Nederlandse soldaat, Johan Tilder, betrokken bij een etnische zuivering? In het najaar van 1991 plaatst de NKW een oproep in de krant om Kroatië te helpen. Johan meldt zich aan en vertrekt in november 1991
om de komst van de eerste groep vrijwilligers voor te bereiden. Kort daarop stuurt de NKW de eerste groep vrijwilligers, waaronder André, per bus naar Kroatië. Raymond komt een paar weken later. De groep krijgt de naam First Dutch Volunteer Unit. Ik ging naar Kroatië toe, deels voor avontuur. Kroatië zat in de onderdokpositie, werd aangevallen door de Serven. Deels door mijn ervaring, ik ben in 1983 uitgezonden geweest in Libanon. Het maatje zijn met je kameraden, dat de vriendschap die je hebt, dat miste ik ook in het burgerleven. Eind 91 ben ik uit de gevangenis ontslagen. In Nederland werd doelbewust voor Amsterdam gekozen om niet in Roosendaal hetzelfde criminele sfeertje terug te komen. In Amsterdam liep dat ook niet. Ik bedoel, je valt van eigen toch weer terug in die kringen. Dan heb ik mij voorgenomen om in het Vreemdelingenlegioen te gaan. Daar ben ik voor gaan trainen in Amsterdam. Totdat ik via via hoorde dat er een advertentie in de krant gestaan had dat ze vrijwilligers vroegen voor de oorlog hier in Kroatië. Daar heb ik 2 weken naar gezocht voordat ik me gevonden had. Mij aangemeld, contacten gelegd, stoute schoenen aangetrokken en weggegaan. Johan wacht de groep op en brengt hen naar de kazerne in Peruzic. Ik heb hier natuurlijk al die mensen, er staan er ook de militairen, ze staan allemaal te kijken, nieuwsgierig. Ja, hoe kijk ik? Ja. Nou, ik was tevreden dat er ongeveer een man zou komen. Nou ja, ik heb nog wel 2 of 3 man. Liefde op het eerste gezicht. We hadden dezelfde interesse. Gedeeltelijk dezelfde militaire achtergrond. Dezelfde normen en waarden. Oorlog is een spelletje dat wordt gespeeld tussen soldaten. Van burgers, vrouwen en kinderen blijf je af. Dat was heel duidelijk. Dat droeg hij ook altijd af op de groep. En mijn beste kameraad. De Nederlandse groep vocht vanuit het dorp Peruzic. 250 kilometer ten zuiden van Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Peruzic lag toen direct aan de frontlijn met de Krajina, een door de Serven uitgeroepen autonome republiek. Het dorp Peruzic ligt 13 kilometer boven Gospić, het centrum van de streek. Direct zuidelijk van Gospić ligt de Servische Medak-regio, waar in 1993 het Kroatisch offensief plaatsvond. Onze opdracht was het lopen van verkenningspatrouilles, waarnemen waar de vijand mee bezig is en het gebied vrijmaken van vijandelijke infiltratiepatrouilles en sluipschutters. Dat is zeg maar een vriendelijke manier voor het opruimen van Servische soldaten. Zo kan je dat zeggen, ja. Arnold Karskens is 20 jaar Nederlands oorlogscorrespondent en kent vele oorlogen van nabij. Hij bezocht Johan en de groep een paar keer in Kroatië. Voorjaar 92 kwam ik dus de groep tegen. In de buurt van Gospić. Het waren Nederlandse huurlingen, tenminste werd gezegd in Nederland. En toen ik aankwam, toen viel het me al op dat het niet echt klassieke huurlingen waren. Ze werden in ieder geval niet betaald, ze kregen een onkostenvergoeding. En het waren ook niet de diehards die ik ken vanuit Afrika en Zuid-Amerika. Hè. Dus de mensen die alleen maar naar een gebied gaan om te vechten, veel geld te verdienen. En desnoods 100 mensen over de klink jagen. Deze jongens, tenminste van de First Dutch, die hadden allemaal verschillende motieven om naar Kroatië te gaan. De een deed het om de Serven moorden te leren. De ander deed het omdat hij op een gegeven moment te veel problemen thuis had. Ivica komt uit de streek en was de gids van de Nederlanders. Hij had samen met Johan de leiding over de Nederlandse groep. Ah, Ivica. Kako si? Dobro? Odlično. Ti? Super. Odlično. Ivica, bok. Kako si? Dobro gledaš. Ti si isto dobar. Hvala. Show me your place. Ajde. Malo ćemo proći. My part went from fence to the other fence. And the second fence. From first, second. Yeah. From first to the second fence.
Bilo je to jedno stanje bez zakonja. Kako sam rekao, nije bilo kontrole. Policija je bila uključena u ratne postrojbe, nije se mogla baviti ničim nego golim ratom. I svi su ljudi reagirali onako kako su im instinkti nalagali, prema svojoj savjesti, odnosno prema svojoj hrabrosti koliko su je imali. Door zijn optreden had hij zeker in de eerste tijd natuurlijk ook veel respect bij de Kroaten gevonden. Want ja, dat was, ja, dat was een land zonder leger. En die hadden mensen nodig die structuur zouden kunnen geven aan de verdediging. En dat deed Johan. Johan was ook een moedige jongen. Hij dorst het ook. Het is natuurlijk heel makkelijk gezegd van gaan patrouille lopen. Maar er zijn weinig mensen die dat echt wilden. En er waren die First Dutch was dat wel onder leiding van Johan. En ja, ze hadden wel wat contact met de mensen natuurlijk, want die vonden dat fantastisch. Die wisten ook al dat de Kroaten het liever praten natuurlijk, dat ze echt vochten. Dus de eerste tijd waren de Nederlanders, waren, ja, die stonden in hoog aanzien. It's a lot. Look, look. Lot. To you look don't have to look. The good old days. The mole. I said. And you can... Prva pomisa bila da je još jedan skitnica, lutalica, koji dolazi zato što se tu nešto događa, zato što tu možda može pronaći nekako ekstra uzbuđenje, a iz druge strane mnogi su bili privučeni jednim stanjem bez zakonja i bez reda gdje se praktično moglo raditi što tko hoće. Ali poslije prvog kontakta, odnosno možda bolje reći kad sam prvi put ga vidio gdje u društvu našeg dečki razgovara, osjetio sam da je iz njega zrači jedna prijateljska atmosfera, jedan prijateljski imidž. That one? He was always in the radio room. Well, he is in Perušić. Wij zaten aan de goede kant, de Kroatische kant. Dachten wij op dat moment. En we vochten voor een goede zaak. Het werd ook persoonlijk met de burgers in het dorp. Je kreeg vriendschappen en het ging je steeds meer grijpen, laat maar zeggen. Je moet gewoon het onderwittig heel een beetje te breken. Ja, de natuur is ook niet erg haal. Is dit nou de Mondriaan tekenklas? Ja, dat doe ik. Ja. Er is nog wat gedemieerd. Johan was onze commandant. En dat ging allemaal op een heel natuurlijke basis. We hadden helemaal geen rangen of standen. Dat is gewoon de militaire ervaring dat telt. En iedereen wist zijn plek. Wij zaten met z'n tweeën zaten in positie boven, Joost en ik. En ik ben van positie aan het veranderen. En we zien elkaar opeens allebei tegelijk. Je ziet die zitting, hun zien mij. Maar ja, vanaf dat punt konden wij geen teken geven dat de rest moest komen. Want ik zat al naar beneden. We zaten maar met z'n tweeën. Andere positie genomen. Kwamen ze allemaal aan. En we hebben nog een zooi afgeschoten. Tijdens acties bleef hij altijd zo bij de les. En het was echt een chaos af en toe. Overal werd er geknald. Rook, inslagen. Dan zei hij, sectie 1, wisselen. En dan dacht ik, hé, bedoelt hij mij nou? En achteraf dacht ik, ja, Dre, dat klopt wel. Je hebt nog maar twee patronen in je magazijn. Dat was top. Hey, we zitten op 27, 28, 29 zijn dat nog snipperdagen voor de auto nieuw. We zitten hier. Gewoon naar Rijeka. De volgende wordt er wel even. Hier rijden we altijd echt met 100 en zo hard mogelijk. Het liefst 180. Dan is een speer voorbij. Alleen gingen die GPS van ons zo hard niet. Nee, maar met Bart zijn Renault die trapte het wel. Loop je gewoon een risico. Wat ben je eigenlijk achterlijk ben je? Je loopt gewoon een risico. Van je loop. Gewoon omdat deze weg, dat je dan een kwartier eerder in Gorspit zit. Terwijl je de veilige weg neemt, nou, dan duurt er een kwartier langer over. Dan weet je in ieder geval dat het safe is. En hier loop je gewoon het risico dat je voor je pan geknald wordt. Ja, want hier zaten ze hemelsbreed niet ver vandaan, hè? Dat kan me tot 500 meter. MUZIEK
En Animal House zie ik. Wel opgeknapt, zie je dat? Ze hebben geschilderd. Dobar dan. Dobar dan. Mi bih htio ući pogledat naše stari položaj gdje smo mi tu nekada bili. Da li vi znate o tome? Ne. Jesi? Dobro. Heb jij pas dat even? Bij de hand. Je weet hoe het gaat hier. Rolte. Wat moet? Hola. Hey. Hier zit de kerstboom op. De kerstboom. Ja, die we weer voorop geschoten hebben. Ja, met oud en nieuw. Oh, ik ga graag binnen kijken. Bok, dobar dan. Tafels staan nog wel hetzelfde, weet je? Ja. En dezelfde tafels op? Dit was Johan ons allereerste wapeninstructie. Over al het Oostblok gebeuren. Zoja's, Strelja's, Ossa's, Puska's. Alles was geblindeerd hier zo. Wij zaten met onze groep. Ze zei, nou groepje. 6-7 man zaten we hier. De tafel stond zo. Johan stond erachter. Alles lag uitgestald. Moet je eigen voorstellen, de eerste dag kom hier aan met burger Kloffie, samen met de rest. Johan geeft de instructie. Klein half uurtje. Ze zijn uniformen voor ons aan het regelen. Half uur later, alarm. En ze hebben mensen nodig. Veld in. Maar dat weet je alles van. Drie keer per dag die stinkbonen. En de vieze varkens. Het spul met het haar erop. Het enige interessante hier, dat waren die wijnen. Ja. Hallo, dobber dan. Mogen we nog wat hebben? Valt er nog wat te snaaien? Ik was uitgezonden in Libanon, 83-84, voor een UN-missie. Dan doe je goed werk. Er zijn ook incidenten gebeurd daar. Maar dat je hier letterlijk oog in oog komt te staan met de vijand en hem doodschiet. Dat is een heel ander verhaal. Want het zijn ook gewoon jongens. Zoals wij. Nee, hun zijn gestuurd. Wij zijn vrijwillig. Wij hebben het opgezocht. Hun zijn gestuurd. Een oog in oog en je schiet hem af. Ja, dat doet wel wat met je. Ja, lag in die hoek. En ik lag hier onder de boiler. De boiler was ook weg. Ja, jij lag met een boiler boven je jas. En deze afkaring zat er niet in. Nee. De ruiten waren allemaal geblendeerd. Hij zit er nog. Weet je nog, met de pistool van Tony? Ja. Je zei wel dat er een loop in de, of een kogel in de loop zat, maar je had niet gezegd dat het een double action was. Ah, ja. Ik dacht dat je vader stond al een trekker over. Ja, ik was er toch bij. Bang! Ja. En 10 seconden later, wie kwam er toen binnenlopen? Joost. En precies op zijn hoofd, hè? Ja. Zo mooi dat ze vooraf zat als je 10 seconden eerder was geweest. Verder Joost. Ja, maar dat die deur dicht is. Ja. Dit was eigenlijk best wel linker soep, hoor. Want vanuit die kant schoten. Ik niet eens een keer een naad naar binnen was gekomen. Niemand wou hier leggen. Ze zeiden, jullie zijn gestoord. Want als de check niks komt, dan gaan jullie als eerste erom. Wij kwamen daar om... Ja, moet je het zeggen, de kooltjes uit het vuur te halen. Die Kroaten hebben altijd gedacht van, hé, daar hebben we een beetje Nederlandse vechtjassen. Die zullen we gelijk even door de mangel heen halen. Dus echt de gevaarlijkste acties. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, contactpatrouilles maken, diep infiltreren achter de linies. Net zo lang blijven lopen totdat je er een paar vindt. Verkennen, dingen in kaart brengen, locaties, versterkte posities van tanks, noem maar op. Nou, het start op de kazerne, dan gaat allemaal nog relaxed aan toe. Je stopt een stresssigaret in je hoofd en er worden grappies en grollen gemaakt. Dan ga je de jeep in, je rijdt naar onze laatste post. Daar is het verzamelen, afwachten, het vertrekpunt. In de situatie is er ook wel vaak veel. Ik kom maar nog niet van afrijden, ik ben nog niet zenuwachtig, maar dat roken dan... Het is gewoon kwijt. Ja, daarom rook ik ook te veel, hoor. Ik ben begonnen de tiende. Ja, nou is het terug, dan stop je er gewoon. Heeft iemand nog vragen voor de rest?
alles duidelijk. We zijn ook op de hoogte van. Ja. Panorin, mensen witte pakken zijn gewoon onze, dat hebben ze niet. En iedereen heeft nou een beetje bekend met de gezicht in de groep en zo. Dus het je bent nat, je bent koud, je loopt uren met min 20, min 25 in stormen, op bergen, af te zien. Dan is dat ene moment daar van die actie. Je reageert zoals je bent geleerd te reageren. Het is pats, boom. Acties duren nooit meer dan enkele minuten. Je zit niet uren in gevecht. Het is pats, boom en terug. Af en toe dachten we wel eens van, liepen we 8 uur lang vijandelijk terrein in bijvoorbeeld. Dachten we van, nou, ik hoop dat we er gauw een paar tegenkomen. Afknallen en wegwijzen. Dan kunnen we weer terug naar de kachel. We gingen 's morgens van 5 uur tot 's avonds 6, 7 uur het veld in. En dan kan elk moment kan er iets gebeuren. Of je stapt op een mijn of staat in één keer een Chetnik voor je neus met een doorgelijke naast een Kalashnikov. Dat gaat je dus niet zomaar in je koude kleren zitten. Dus ja, 's avonds kwam je thuis. Nou, dan was het ontspannen, eten, je eigen beetje wassen. En dan gezellig lekker met z'n allen bijpraten. Nou, dan kwam er die kwam eraan, die had een fles rakia bij. Die kwam eraan met een fles cognac. Ja, die flessen die gaan rond totdat ze leeg zijn. Minimaal 5 meter, hè? Minimaal 5 meter. Ook voor eventuele boobytraps en explosies. Ja, wat is er mooi aan oorlog? Het is eigenlijk niet mooi. Het enige mooie wat er dan is, dat is de vriendschap. De kameraadschap, met z'n allen ervoor gaan. Mekaar niet laten vallen, mekaar niet laten steunen. Dat heb je in Nederland heb je dat niet, qua vriendschap. Het is niet zo dat ik nooit in mijn broek gescheten heb. Hoor, want er zijn heus wel situaties geweest bij, dat ik het toch benauwd had. Hoor. Maar ja, dat zijn gewoon bepaalde situaties op zich. Op zo'n moment voel je je eigenlijk zo machtig. Je hebt daar wel 500 mm kanonnen vlak achter je staan. Je hebt een aantal 76, 120 mm mortieren die constant aan het schieten zijn op hun linies. Dat is waanzinnig. En die adrenaline, nou, al zou je rechterhand verliezen, zou je het niet voelen. Ik kom er wel helder bij. Nadenken. Ik zie het als een, nou niet als een spelletje, daar is oorlog te serieus voor. Maar het is gewoon partij A tegen partij B. En heel strijd, heel eerlijk. Je hebt allemaal dezelfde kansen. En degene die de eerste fout maakt, die gaat eraan. Dat is een lekkere leuke lucht daar bij de kuil. Feestelijke lucht. Hebben we. Wij kennen die haat niet. We weten wel van verhalen wat er voorheen gebeurd zou zijn. Ja, volgens hun vertellingen. Dat blijkt na de rand dan ook wel weer met massagraven die is opgegraven. Dat er inderdaad geen wilde verhalen zijn geweest. Alleen ja, je kunt je eigen daar geen voorstelling van maken. Want ik heb mijn broer niet verloren. Ja, of mijn ouders hebben ze niet afgemaakt. Ik heb een jongen in onze groep gehad. Een Kroatische jongen. En die had familie verloren in de oorlog. Die ging mee met ons op actie. Wij schoten een aantal Serven neer. Het eerste wat hij deed was zijn mes pakken er naartoe. Oren eraf. In een zakkie. Mee. Om aan de familie te tonen. Kijk. Wraak. Bloedwraak. Dat de eerste hier. In 1991 Srbi su spalili gotovo čitavo selo. Među ostalim i kuće mojih roditelja. Kuće su spalili, a tijela ubijenih roditelja su izgorila u kući. Ja sam se tada nalazio u Perušiću, u vojsci.
I činilo mi se da se to događa nekom drugom. Nisam plakao. U meni je bio grč. Imao sam samo želju da... da nešto učinim. Prvi put sam uzeo Zolju. Otišao na najbliži neprijateljski položaj. Iz neposredne blizine pucao u tenk. To mi je učinilo da mi je bilo lakše. Nekoliko dana. A onda sam morao ići ponovo. Tako, gotovo čitavi rat. Bio sam odlučio da se vjerovatno neće nikada vratiti ovdje. Na mjesto gdje su ubijene tri generacije. Jedna iza druge u prošla dva svjetska rata. U prvom ratu otac i četiri sina. U ovome ratu moji roditelji. Ali kada sam došao poslije oslobođenja na ovo mjesto, tad sam shvatio da ako se ne vratim, tad se ni moja djeca neće vratiti. A to bi značilo da su sve ove smrti bile uzaludne. To ne bi bilo u redu prema svima koji su tu ubijeni. Door het staakt het vuren en de komst van UNPROFOR wordt de Nederlandse groep ontbonden. Iedereen gaat terug naar Nederland. Alleen Johan en Raymond blijven. Johan treedt in dienst van het reguliere leger van Kroatië. Hij komt bij de 9e brigade van de Wolven in Gospić. Raymond vocht eerst in Bosnië en voegde zich later bij Johan. Dit is de beruchte Wolf van de 9e brigade. Boekie. Ik vind het wel apart dat ze zo'n mascotte hebben. Mm-hmm. Leg er nog eens extra de nadruk bovenop. Wij zijn de wolven. Ik ga hier binnenkort trouwen met een Kroatische schone en ik blijf in Kroatië wonen en hier werk ik als instructeur in het Kroatisch leger. Ik denk dat Johan bleef. Hij heeft een relatie aangeknoopt met een Kroatische vrouw. En hij had het wel gehad hier in Nederland. En ik denk dat hij gewoon op zoek was naar een positie in het Kroatische leger.
En nog iets. De oorlog was nog niet klaar. En daar zie ik jou ook vooraan van, hey, het is hier nog niet gedaan. Ook al was er een mandaat op dat moment. Als de oorlog begint, zoals in Joegoslavië, van harte welkom is geheten. He, kreeg je goed te eten, kreeg je de beste wapens, zolang hij maar dat gevaarlijke werk deed. Maar op het moment dat hij niet meer nodig was, en een Dutch bed, een Dutch, first Dutch ook niet meer nodig was. Ja, dan word je, ja, zoals hij, mijntjes op de weg, als ze op een gegeven moment patrouille hebben gelopen, een kazerne is beschoten. Ze werden eigenlijk een beetje weggepest. Iedereen is ook vertrokken, alleen Johan dan en nog een ander is gebleven. Een periode van staakt het vuren breekt aan en duurt tot september 1993. Dan vindt het Kroatisch offensief in de Servische Medak-regio plaats. Johan Tilder neemt hieraan deel als pelotonscommandant. Gospi is erin. En daar heb je Medak. Dus ik wel begrijpen, dat ging vanuit Medak. Hup, direct Gospic in. 82 mm mortier of een 76 mm kanon, zo genoeg. En je zit er middenin. Dus dat is de reden geweest waarom ze dat gedaan hebben. In die tijd, tot aan de tijd dat Medak gevallen is, zijn er ongeveer 15 mensen gesneuveld daardoor. Ongeveer 45 gewonden geweest. En sinds Medak gevallen is, is er vanaf die kant geen één granaat meer afgeschoten. Zijn er ook geen mensen meer gewond geraakt, geen mensen meer gesneuveld. Dat was dus een gigantische haat vanuit Gospic tegen Medak. Want Medak heeft gewoon een hele hoop mensenlevens gekost. En dat is op dat moment dat die actie begon, in één keer allemaal losgekomen. Dat zijn gewoon een hele hoop gevoelens van, en nou zul je ook betalen. En dat hebben ze ook gedaan. Nou, zoals Johan het mij dus uitgelegd heeft, hebben ze hier rondom deze kerk zich verzameld. Hè, dus de laatste fase van de voorbereiding. En dan zijn ze dus vanuit hieruit vertrokken naar onze voorste linies. Wat dus eigenlijk in principe de eerste fase van de eigenlijke actie is. Hier door die bosjes zijn naar het dorpje? Ja, dat dorpje wat daarachter ligt. Ja, je ziet het bijna niet. Hè, maar we hebben hier iets van 20 BVP's gestaan. Panzerrupsvoertuigen met 20 mm kanon erop. En iets van 8 T-55 tanks en iets van een stuk of 2-3 T-84's. En dat hebben ze hier dus allemaal heel langzaam naartoe gehaald. Ja, dat mocht hier eigenlijk helemaal niet komen. En op de dag dus dat die actie begon, om 3 uur 's morgens, startte. Niet warm laten draaien en gelijk over deze weg helemaal om met dat kind. En dat is echt typisch Johan, hè, om dat op zo'n sneaky manier te doen. Want ik geloof dat Kroaten, die hadden gewoon via Ribnik over de Oemprofoort, dwars erheen, Medak ingegaan, dan zit je ook in één keer in het centrum. Maar ja, dat leren ze natuurlijk bij het korps, hè? Inderdaad. Daar zijn specialisten voor. Nou, dan heb je dus, ja, dat werretje, dat loopt gewoon helemaal door naar achteren. En dan kom je dus eigenlijk langs achteren, kom je Medak binnen, in plaats van langs voren. Als je over Ribnik heen zou gaan. Ja, en daar hadden we natuurlijk niet op gerekend. Dat is gewoon een beetje clever geweest. Nou, dan heb je daar mee dat liggen. En zo zijn we dus naar binnen gekomen. Het vreemde ervan vond ik, ik was in 94 was ik op visite bij hem. Ik heb een paar dagen opgezocht. Hij heeft totaal geen woord over de Medak gehad. Terwijl normaal vroeger met de acties in Perušić, een omgeving, altijd als er geslaagde actie was, dan was het hup en bla bla bla. Er werd nog dagen, weken over gesproken. Er moet iets aan de hand geweest zijn. Er moet iets gebeurd zijn waar hij misschien zijn eigen verschaamde of wat hij zelf niet in de hand heeft gehad.
Hij wilde niet meer terug naar Nederland, omdat hij natuurlijk de schepen achter zich verbrand had. En hij moest mee, er was geen weg terug. En op een gegeven moment, toen in de middag, toen het allemaal gebeurde, toen er op een gegeven moment natuurlijk oorlogsmisdaden werden gepleegd, kon hij niet weglopen. Dan hadden ze hem waarschijnlijk ook gepakt. Maar hij is ook bang voor verraad geweest van hem natuurlijk. Omdat ze toch als, omdat hij als buitenlander toch altijd meer in de picture liep. Dus hij moest meedoen. En hij had geen man of vrouw om hem heen die hem kon stoppen. Hij was daar gewoon overgeleverd aan de groep. En ja, is verslonden door de eigen wolven. De mogelijkheid die de mensen hier hebben om zulke soort dingen te doen en die ze dus ook gedaan hebben. In mijn dag is hij er voor het eerst achter gekomen dat hij er echt niks aan kon doen. Terwijl hij theoretisch en praktisch de mogelijkheden via krijgswetten wel toe had. Popotnir. Krmptic dobio zapjet od zapjetnika brigada Mirko Norac da treba blokiranje šum od Sitluk, da specijalni policija idemo na lov civilima Srbijan koji još u šum i na Deblovlava i onda je zapjet da mi treba ubio srpski civilima. Kad srpski civilima probit dolazi na Rajčević i Cituk, sad mi je otvoreni vatra i ubio taj grupa. Wij horen natuurlijk ook van de Kroaten de meest verschrikkelijke verhalen over de Serven met hun mensen deden. En in een oorlog is toch alles tot niets. Je kiest een partij en ook al zijn veel van die verhalen niet waar, je gaat er wel in geloven, omdat er geen andere manier is. Tijdens een vuurgevecht hadden we een aantal Serven te pakken. Lag er eentje op zijn rug met een stuk of 3-4 schoten in zijn long. Roos bloed kwam eruit. Ik gaf hem zo'n tikkie van hey, wat is dat vriend, zijn we aan het bellen blazen? Op dat moment dacht ik van hey, Dree, je begint ook af te glijden. Dat maakt het verhaal van Johan Tilde natuurlijk ook universeel. Want iedereen van ons die zou op een gegeven moment de medak in kunnen gaan. Als we maar zo lang genoeg de propaganda horen van onze kant. Als er niemand is die op een gegeven moment kan zeggen van ja stop. Hè, er wordt gelogen of je gaat nu echt te ver. Of wat zij doen hoeven wij nog niet te doen. Als die grens vervaagd is of niet meer bestaat. Dan loopt iedereen mee natuurlijk. En dat laat de geschiedenis ook zien. Het verhaal van Johan Tilde is natuurlijk niet alleenstaand. Worden natuurlijk tot in Kosovo werden natuurlijk individuele oorlogsmisdaden gepleegd. En dat werd ook gedaan door mensen die waarschijnlijk een paar jaar eerder gewoon een keurig burgerleven leiden. En toch op een gegeven moment zijn meegegaan. Ik kan ze niet kwalijk nemen, de dingen die ze gedaan hebben, omdat ik mij daar best wel een voorstelling van kan maken. Aan de andere kant keur ik het ook niet goed. Want zo komt er hier nooit een einde aan. Zolang dit nog bezig blijft, het is nou gelukkig weer achter de rug, maar als de rekeningen nou niet vereffend worden, dus dat alle massagraven van alle kanten opengegooid worden en gewoon openlijk toegegeven, jongens, dit en dit is gebeurd. Het is nou te laat natuurlijk, maar het is wel gebeurd. En dan wordt het tijd dat het een keer ophoudt. Als dat niet gebeurt, dan heb je er over 20, 30 jaar heb je weer eens nodig. Dit is de plek waar ik Jan voor het laatst gezien heb. Ik was op weg naar de keuken om te gaan eten. En hij ging net terug naar het gebouw om zijn papier op te halen. Exact hier. Hier waar deze granaat gevallen is. Want hij was flink over de zeik omdat hij zijn flat nog steeds niet geregeld had. Die zou hij van het leger zou hij die krijgen. En
Ik ben verder naar de keuken toe gegaan. We hebben afgesproken nog s'avonds van dat we elkaar rond 8 uur in een café bij Marco zouden zien. Dan zouden we nog een bak koffie drinken, een pilsje. Ja, dat is de enige afspraak die er niet aangekomen is. Nee. En sindsdien heb ik hem ook niet meer gezien. En de rest is bekend. Het lijkt een beetje kloot om erover te praten, dat doe ik gewoon. Ja. 8 maanden na de Medak-actie verdwijnt Johan van de ene op de andere dag. Nou, als je dus hier langs gelopen, langs onze post, hier over deze brug heen. En zodra hij hier dus voorbij was, was het eigenlijk al te laat. Want dan zit je al in het gebied. In Servisch gebied, in principe. Ook al zat hij dan de Jumpro voor nog, ja. Jedino što sigurno znamo je to da je Johan bio jako pijan. Znamo i to da je kupio paket cigareta i bocu pića i sam se uputio preko crte bojišnice. Na de Jumpro en de terugweg heeft hij dus te pakken. Vervangen genomen. Over Johans verdwijning bestaan verschillende verhalen. Hij liep naar de overkant om de Serven een vriendschappelijke hand te reiken. Of hij bezocht een Unprofor-post om informatie te bemachtigen. Of hij is verraden en in de val gelopen. Zeker is dat hij gevangen is genomen door de Serven. Om te kijken of hij met een van die officieren kon spreken. Nou, het blijkt dus dat er helemaal geen officieren aanwezig waren. En dan zet hij zijn spullen weer mee teruggenomen. Hier was de bedoeling dat hij gegevens zou verzamelen die hier gewoon vrij aan de muur hingen. Hij had goede contacten met Toen bijvoorbeeld. Hij kon hier zo binnen huppelen wanneer hij dat wou. Hij sprak verschillende talen en ze kenden hem gewoon hartstikke goed. Nou, hier hing een kaart aan de muur, Servische zowel als Kroaten. En die mannen moesten ook weten wie waar zat. Heet dat dan spionage? Nee, dat is geen spionage van de gelegenheid gebruik maken. Ik bedoel, Unprofor had zo slim moeten zijn om hem überhaupt niet binnen te laten. Als je er niks te zoeken heeft. Maar ja, vriendjespolitiek. Zo kom je binnen. Je neemt wat drinken mee, een beetje een sigaretje aan, een babbeltje maken, zo en zo. En tussentijd kijk je mooi op de kaarten. Want dan houdt hij een stukje van. En zo doet hij dat een paar keer achter elkaar. Dat is een hele kaart in de kazerne weer op zijn kaart heeft overgezet. En dan gaat hij naar het terrein nakijken. En klopt dat? Nou, dan heb je een actie voorbereid. Dan neem ik aan dat hier dus die officieren gezeten zouden hebben, die er dus niet waren. En dat hij hier dus binnen is geweest. Maar aangezien dat hun er niet waren, is hij weer weggegaan. Mislim da je Johan bio inspiriran jednim sličnim događajem o kojem se pričalo na televiziji, da je nekoliko Srba prešlo na hrvatsku stranu da bi pogledali svoje kuće i poslije toga su vraćeni na srpsku stranu, a da im se ništa nije dogodilo. Osim toga, bilo je ozračje najnovijeg primirja i mislim da je Johan u tom momentu htio pokazati Hrvatima da se može pružiti Srbima istinski ruka prijateljstva. Po meni, to bi bila tipična Johanova reakcija. Nou, Johan is dus weer gewoon teruggelopen. En met die chatnik die daar stond, die heeft hem gevangen genomen. Die dus hier op deze lijn stond, terwijl hij eigenlijk daar 300 meter terug had moeten staan, net zoals wij. Hey, dat was gewoon iedereen 300 meter terug en zoek het maar uit. En die heeft hem dus gevangen genomen, voor hem uitgedreven. Hier over het spoor, het dorp in. En hij van jong tot oud, van groot tot klein, heeft hij slaag gehad. Totdat hij, ja, weet ik veel waar ze met hem naartoe gaan zijn. Een trieste dag voor een triest verhaal. Johan zat 6 weken in Servische krijgsgevangenschap. Hij is uitvoerig verhoord over de Medak-actie. Delen van dit verhoor zijn overgedaan, vastgelegd op video en via de Servische Krajina op tv uitgezonden. Johan Stilder. Kada ste rođeni i gdje?
Ja sam rođen u 25.10.63. u Enkhausen, Nizozemska. Gdje ste živjeli pre dolaska u Hrvatsku? Ja živu u Nizozemskoj. Ja samo pucaj mnogo doli i ide on skinut oči da vidi. Isus gubio moj glav, ja bio vam. Ko je pomogao Petiju da, kad mu je, koga je držao, ko je što bio? A to bije Djananovići. Pa neko je. Pa. Djananovići pa Stujevići. Pa Stujević je ti. Ja vidi on. Jesi ti bio tu? Da, gospodin. Jeste ti držao za nogu? Znači, opiš to da te mi ne pitamo. Znači, sve ćeš da opišeš. Da te mi ne pitamo ovaj... Znači, vidjeli ste ga pa ste došli kod njega, on je ležao u tome položaju, Djananović ga uhvatio za jednu ruku, ja me uhvatio za drugu ruku, ja sam ga uhvatio za nogu, Miško Peti je izgledio mu jedno oko, pa ja onda s njime razgovarao. Nou, de verhoortapes van Johan, ja, die bewijzen aan zich natuurlijk helemaal niets. Hè. Wel dat hij verhoord wordt, maar zijn bekentenissen, ja, je weet niet op wat voor manier die zijn losgekregen. Iedereen vertelt natuurlijk alles onder zware psychische druk of fysieke druk. Ja, dus het is in mijn ogen geen bewijsvoering. Hij kan het best gedaan hebben natuurlijk, dat staat er even los van. Maar... het is natuurlijk voor de rechtbank is het niet rechtsgeldig. Nee, is onmogelijk. Vezali tog srpskog vojnika za noge? I vozi on do Buna u Rajčevići. Dobro. Dolazi vojnik Đenarović, Grico, a vozi jedan auto, crne zastava. Dobro. I da stavi on na autom spag i od srpski ranjenih vojnika i vozi jedan krug do Rajčevići i stavi on desno bunar spag ovamo i na bor. Dat de bijgewonde Serviër zijn ogen uitgehaald werden. Omdat hij niet wou zeggen waar zijn kameraden zaten. Een Četnik die herkend is als de moordenaar van een aantal Kroaten. Die hebben ze opgehangen aan een boom, maar dan op zo'n manier dat hij blijft leven. En dan hebben ze net zo lang met messen op staan gegooid dat hij dood was. En wat vond Johan daarvan? Hij was laaiend, maar hij kon er niks tegen doen. Maar hoezo kon hij er niks tegen doen? Omdat hij als Nederlander, ja, als enige Nederlander daar tussen Kroaten zat. Dat is zo raar. On je sa kolima tog vojnika ranjenog šlepao do sela Rajčevića i vratio se. Da, gospodine. I sada šta rade sa tim srpskim vojnikom? Stavi, Miško Peti stavi spak ovamo i kokašto stavi on na boru. Na bor, obesi ga na bor. Da, gospodine. Su čvrstili to? Da, on bio živ sigurno. Je li bio živ srpski vojnik? Da, gospodine. I ja vire da vojnik Šokec kazanje noć na srpski vojnik ko bi je teško ranjen. Isto Miško Peti, Safet Sadiku i Jaro Lovric. I na kraju ja znam da Jaro Lovric zaklati srpski vojnik i skinat uši gospodine. Je li imao pušku? Nema pušku, gospodin. Nisi imali oružje? Ne, gospodin. Dobro, šta je dalje bilo? Ja vidim da Miško Peti, Tonis Alinović i Boris Dimitrović imamo prvi dole na podrum. I da Boris Dimitrović i Tonis Alinović ima puška direkcija djece i muž. I da Miško Peti skinuo robu od čijena. Šta je skinuo, robu? Da, gospodine. I kad ja taj vidio, ja idemo nazad u Rajčevići, gospodine. Šta su radili oni sa tom ženom? Kad ekipa dolazi u Rajčevići, ja čuvao od Safet Sadiku da seli ekipa silovanje žena i da na kraju Miško Peti ubio žena, djeci i muši, gospodine. Šta su radili sa njima, nakon što su ih ubili?
Niks daar ik heb al wel een paar keer dat dat zo hij camion en banen tot huis. Kakav ste vi imali tretman? Kakav vi imate sada tretman ovdje kao zarobljenik kod srpske vojske? Od prvi dan do sad ja vidim da srpski vojnika non stop bije fair na meni. Ja ne dobio batina, ja dobio normalni hrana, popit kava i pusti i da srpski vojnika raditi na Genevskoj konvenciji o gospodarstvu. Šta bi vi sad najviše želili? Da li bi se želili vratiti u Holandiju ili u Hrvatsku ili nešto drugo? Ja nema nikad više vratiti u Hrvatska. Ja idem u Nizozemska i živim normalno vam. Moja žena dolazi i za meni Hrvatska je rad. Gotham. Op het autopsierapport heb ik gezien Johan Ek geïdentificeerd. En dan komt het heel duidelijk naar voren dat hij een schouderschot gehad heeft. Nog een schouderschot er net onder. Eentje door zijn rug heen. Door zijn heup en door zijn billen. En dat zijn doorschoten. Plus dat hij een nekschot heeft gehad, maar al nadat hij doodgebloeid was. Dus ik denk dat hij gewoon hier uit de auto geknikkerd is. We zijn er een paar vanavond dronken geweest. En gedacht, we gaan ons gram halen bij Johan. Waarschijnlijk eerst volledig in elkaar hebben geslagen. En toen ja, pro forma nog eens een keer een kogel hebben gegeven. Ja, in principe heb je eigenlijk geen goede kant en een slechte kant natuurlijk. Want je hebt gewoon als individu heb je met jezelf te maken. Dat je zelf kan kijken in die spiegel van, hey, heb je normen en waarden, heb je schone handen inderdaad, wat jij zegt. Nou, daar heb ik totaal geen moeite mee in die spiegel kijken, want ik heb schone handen. Ondanks dat ik mensen gedood heb daar. Maar op een eerlijke, rechtvaardige manier. Mislim, odnosno nadam se, da sam dobio činjenicu da moja djeca neće morati ratovati u svom životu. Osim toga, mislim da sam naučio poštivati život, cijeniti ga i voliti. Više nego što sam to znao prije rata. Što sam izgubio? Izgubio sam mnoge drage osobe koje su, nažalost, mrtvi. Izgubio sam jedan način života koji je nestao ratom. A izgubio sam i mnoge ljude koje sam smatrao prijateljima, koji su u ratu postali moji neprijatelji. I ne vjerujem da ikad više mogu biti moji prijatelji. Tako, jedino mogu reći, za mene poslije rata više ništa nije isto.
Čini mi se da ni ja nisam isti. Mijn zoon, Anton, die moet in dienst, hoe dan ook, wat er ook gebeurt. Die moet voorbereid zijn op een eventuele toekomst, op een eventuele herhaling. Psychische problemen, je kunt je eigenlijk heel moeilijk concentreren, je raakt heel gauw gestrest. Als er iets niet goed gaat, kun je in één keer heel agressief uit de hoek komen. Terwijl het eigenlijk nergens op slaat. Maar ja, dat leidt dan ook weer terug, zolang je met een wapen loopt aan het front, dan ben je God en je hebt het recht in eigen hand. En dan op een gegeven moment kom je weer terug in het burgerleven en heb je dat niet meer. En dan moet je dus eigenlijk weer op een democratische manier met mensen omgaan. Wat je 5 jaar niet gedaan hebt. Dat is een AK-47, oftewel Kalashnikov. De bedoeling daarvan in de eerste plaats was om hem op Johans graf te zetten. Dat voor mijn mening hij vermoord is als een beest. Zonder dat hij zijn eigen heeft kunnen verdedigen. En dit is dan een symbolisch iets wat ik hem mee had willen geven. Maar dat is met al van al niet ervan gekomen. En ik heb hem hier maar aan de muur gehangen. Mooi trofee.